Ja, is het nou gewoon onkunde? Of is het, we nemen de boel in de maling? Ja, daar zit ik nog tussen. Ja, bij zo'n ministerie van Energie. Want ja, het is niet alleen jongetje Jette natuurlijk, maar ook al die ambtenaren daar. Ja, die ons nu al een hele tijd hebben lopen verkondigen. Ja, we gaan een transitie doen en we gaan over op elektriciteit. Ja, want de gas moet weg en we gaan allemaal zonnepanelen en we gaan windmolens en dat gaan we allemaal doen. Hè? Ja. En wat blijkt dan? Als je dat dus iedereen allemaal verkocht hebt, dan blijkt het niet te werken. Nee, er is dus niemand bij het ministerie die daar gedacht heeft van, moeten we niet eerst zorgen dat de snelweg, hè? Dus allemaal die dingen met die kabels door Nederland, dat allemaal werkt. En als dat allemaal werkt, dan gaan we de mensen vertellen van, nee, we gaan elektrisch rijden en we gaan aan de warmtepomp en we gaan... Nee, we gaan eerst de omgekeerde weg. Ja, en dan gaan we, als iedereen dus aan de warmtepomp zit en elektrisch wil gaan rijden en noem maar op, dan gaan we vertellen, ja, maar het duurt nog 10 jaar, ongeveer 8 tot 10 jaar, moeten we bouwen aan die snelweg voor de elektriciteit. Ja, want we kunnen het ook niet aansluiten en zo, die zonnepanelen en die windmolens. wat een puinhoop. Dat is dat je mensen gaat vertellen van, maar de toekomst, jongens, dat wordt allemaal schaatsen. Dus voor iedereen moet schaatsen kopen nu. Ja, dus alle Nederlanders gaan schaatsen kopen. Dan ga je vertellen van, ja, maar het duurt nog 8 of 10 jaar voordat we allemaal kunstijsbanen hebben aangelegd. Dat is hem, ja. Dat is hem. Die gekkigheid, ja. En dan is het maar de vraag. Is het onkunde? Ja, gewoon ze kunnen er niks van. Of zijn jullie en ik en iedereen in de maling genomen?